Hey hallo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik doe het nog. Once there was a melody that came from the depths of me. Ik ben zo niet steady met vloggen en ik wilde het echt wel serieus gaan doen. Alleen ja, maar iets wat ik altijd al wilde doen is mijn trainingen in beeld brengen. Omdat ik op een manier train wat veel mensen volgens mij nog niet begrijpen. Want elke keer als ik in de sportschool kom is het nog steeds, ja wat ga je trainen vandaag? En dan zeg ik, nou ja, alles. Alles? Rust je dan wel? Nee. Ik ga dat straks, ik neem jullie mee naar mijn training. Training A, squats. En dan de volgende video wordt training B, deadlifts. En de volgende training C, bench press. En daaromheen heb ik dus verschillende oefeningen. Nou, dat genoeg geluld. Ik laat jullie allemaal wel zien. En onder de video zal ik dan kort uitleggen hoe ik dat allemaal in elkaar steekt. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Veel plezier. Dat. There we go. Ik moet 135 kilo squatten voor 20 keer 1, 45 seconden rust. En 135 kilo is mijn PR. We gaan het zien! Oké, het gaat dus echt super goed. En ik ben nu op de helft. Nog 10 te gaan. Klaar met squats en dat betekent shirt uit! Hey! Nee, maar dat, anders dan schaaft die barbel zo in mijn nek en dan glijdt hij ook weg van het zweet. Dus we gaan door naar de volgende oefening. Dit is een superset. Past bench met chin-ups. Hamstrings kunnen rusten, ga ik mijn schouders doen door middel van face pulls. Face pulls, party!
10 jaar later en ik ben klaar. Nee, ik ben altijd heel erg een treuzelaar. Maar ik heb altijd liever dat ik iets langer rust en dan alles uit mijn sets haal dan dat ik, dat ik nog niet helemaal op adem ben. Of denk niet op adem te zijn en dan niet alles haal, zeg maar. Ja, anyway, sounds logic. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje te kijken hoe ik train. Omdat dat best wel een beetje een vraag was. Op de een of andere manier denken mensen altijd dat ik alleen maar squats, deadlifts en benchpress dingen doe. Uiteindelijk ligt daar de focus natuurlijk ook wel op. Maar cable kickbacks, line leg curls, allemaal ook gewoon van waarde om dat erbij te doen. Om de zwakke punten te verbeteren en zo. Dus ja, ik hoop dat jullie een leuk beeld ervan hebben. Dit is dus mijn training voor squats die ik tot de komende wedstrijd ga doen. Volgende training, dus volgende vlog, is deadlift. En daarna ga ik ook nog benchpress in beeld brengen. Dus laat me weten wat jullie ervan vinden. En of jullie nog iets anders willen zien. Dan zal ik eens kijken wat ik daarmee kan doen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik moet nog steeds in de lens kijken. Bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, mag je een duimpje omhoog doen. Het hoeft natuurlijk niet, want dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar ja, het zou leuk zijn als je het wel doet. In ieder geval, bedankt voor het kijken.